Dag beste mensen, welkom bij een nieuwe serie filmpjes over de dichter Martialis. Hij heeft een aantal boeken geschreven met allemaal epigrammen erin, korte gedichtjes over allerlei onderwerpen. En in dit geval heb ik een gedicht gekozen uit het boek Spectaculorum, oftewel Liber de Spectaculis. Het gaat over de spectacula, oftewel de grote spelen van 100 dagen lang die gehouden werden in het jaar 80 ter ere van de bijna voltooiing, moet ik zeggen, van het Colosseum, waar je hier zo'n leuk plaatje ziet van Google Maps. En dat was in het jaar 80 onder keizer Titus zo ongeveer afgerond, de bouw daarvan op de plek waar eerst een vijver had gelegen in het paleis van Nero. Moet ik eerst even aanwijzen nog een keertje. Het zogenaamde Domus Aurea, dat was ongeveer hier zo, was de voorhal met de kolossus van erin, een enorm standbeeld met een enorme stralenkrans. Dan liep het zo ongeveer hierheen. Er waren hier nog steeds de resten van de tempel van Claudius en zijn overleden stiefvader en adoptiefvader, de vorige keizer. En dan hier een hele grote ja, weides eigenlijk. En dan zat hier zo'n groot paleis waar hij dan in verbleef, waar later termen gebouwd zijn. En hier dus ja, een vijver, als het ware hier een voorhal. Het was dus eenmaal, de ruimte was afgefikt voordat het gebouwd werd. In het jaar, nou, wanneer was het geweest, die grote brand? Weet je uit mijn hoofd? Ergens in de jaren 60, geloof ik. En toen had Nero dat ja, laten met grond gelijk maken, al die restanten. En vervolgens heeft hij daar dus een enorm paleis voor zichzelf neergezet. Maar het is toen weer afgebroken en door de volgende keizers. En daar is toen weer teruggegeven aan het volk eigenlijk. Gezien bijvoorbeeld ook het Colosseum. Laten we eens even kijken hoe Martialis, de keizer, Titus, daar gaat het over, daarvoor als het ware bedankt met dit gedicht. Hic ubi sidere eius propius videt astra colossus et crescunt media pegmata celsa via invidiosa ferie radiabant atria reges una quiam tota stabat in urbe domus. Hier waar de letterlijk sterrenachtige colossus, het is dat grote beeld van Nero eigenlijk, maar het was een enorm gouden beeld met een stralenkrans om zijn hoofd. Het symboliseerde ook wel de zon eigenlijk, maar het had Nero's gezicht. Dus de kolossus met zijn stralenkrans. De sterren Astra is meervoud van Aster eigenlijk, Astrum, dat is Grieks woord eigenlijk, betekent ster. Propius, dichterbij, comparatief is hier, dus van dichterbij zou ik kunnen zeggen, bekijkt of ziet. Natuurlijk omdat hij zo enorm hoog was, hè, dus dichter bij de sterren. En, ubi moet je herhalen, en waar de Celsa Pegmata, dat is de nominatieve hier zo, de hoge stijgers, bouwstijgers, crescunt, letterlijk groeien, hier bedoeld dus oprijzen als het ware, media via, dat is een ablativus, allebei, betekent op het midden van de weg, dat gaat over, nou, daar vlak in de buurt, hier stond ongeveer die kolossus, hier zo, is. Maar voor degenen die in Rome geweest zijn, weten we dat daar recht over de weg heen gebouwd is de poort van Titus. De ereboog, de boog van Titus. Dus die waren ze daar aan het bouwen. Dus daar zijn die stijgers dan voor bedoeld. Daar, hè, op die plek dus, radiabant, straalden, of straalde, moet ik beter zeggen, want atria is het meervoud van atrium, het is voorhal, maar het meervoud betekent ook wel een paleis. Daar straalde het Invidiosa hoort daarbij, het gehate paleis. Dit is een genitief van de Feriregens, letterlijk van de wilde of woeste koning van Rex. En daar, op die plek dus ook, stond, stabat, imperfectum, una domus, één huis in tota urbe. In de hele stad, hè, op de plek van de hele stad, als het ware. Nou, dat laatste is natuurlijk een overdrijving, want het was alleen dit gedeelte. En Rome was wel groter dan dat. Dus dat noem je een hyperbool. Maar even om weer te geven, dat is ja, dit ene huis, de Domus Aurea van Nero, dat paleis, ja, bijna net zo groot was als een hele stad, als het ware. Goed, hier moet ik heel veel over zeggen. Ten
Eerste, dit werk is geschreven in afwisselende metrum, meestra metra. De oneven versen zijn allemaal dactylische hexameters, zoals ook in epos te vinden is, met lang, kort, kort, lang, kort, kort, en dat is 5 keer en dan een lang, lang. En de even versen zijn allemaal lang, kort, kort, lang, kort, kort, lang. Grote pauze en dan weer lang, kort, kort, lang, kort, kort, lang. En dan kun je die twee korte in de meeste gevallen ook wel laten vervangen door nog een aparte lange. Dat noem je het elegisch distichon. Dat is volgens mij dit examenjaar in 2022 geen examenstof, maar voor de geïnteresseerden is het altijd interessant te weten. Dan heb je qua volgorde heel veel te zeggen. Je ziet ook aan die witte en gele pijltjes ook al dat er nogal veel hyperbata zijn. En overstapjes van bijvoeglijk naamwoord die ongeveer zijn neergezet van het zelfs aan het naamwoord bijhoort. Dat zijn allemaal hyperbata en die vormen ook soms een chiasme. Media, pegmata, kelsa, via. Daar zie je dat A, B, B, A is geworden. En dat geldt ook. Una, tota, urbe, domus. A, B, B, A. En in dat laatste geval, om daar nog even over te hebben, is dat ook expres. Want het is van dat ene huis, ene huis, begin en eind van het vers, dat is bijna nog groot. Het omvat als het ware de tota urbe, de hele stad, die daar dus binnenin ligt. Dus tussen die woorden in staat, dus in de werkelijkheid ook binnenin staat. Dus het uitbeelden van de werkelijkheid met behulp van de volgorde heet iconiciteit, oftewel iconische volgorde, woordgebruik, etc. Dat is een letterlijke uitbeelding van de werkelijkheid door de woordvolgorde. Even kijken, en dan van boven naar beneden redeneren het nog eens een keertje. De kolossus, de sterren van dichterbij bekijkt, dat zou je een poëtische zegswijze kunnen noemen. Dat is niet echt een woord voor, maar het is niet precies wat hij wil zeggen. Hij wil gewoon zeggen dat hij heel hoog is. Crescunt, het groeien, is een metafoor voor hoog oprijzen. Even kijken, dat heb ik al gezegd. En dan hier, radiabant atria, dat is allemaal a, 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 i, a en zo klinkt. Een beetje assonantie zit daarin. Het gehate paleis heb ik al gezegd. Even kijken. Oh ja, dan de tegenstellingen. Una, tota, één en geheel. En urbe, domus, stad en huis. Het laatste is niet heel erg tegenstelling, maar vooral una en tota. Een soort antithese om ook weer die brutaliteit van Nero, dat hij dus met zijn ene huis, behalve de hele stad bijna had ingenomen, te versterken. Dat is ook een hyperbol, hè, dat tota, dus is een beetje een overdrijving. Oké. Nog één stukje. Hic ubi conspicui venerabilis amphitheatri egrigitur moles tac naneronis erant. Hier waar de venerabilis moles, dat is allebei nominatives, dat is tegen de eerbiedwaardige reusachtigheid, of het eerbiedwaardige gevaarte, moles is natuurlijk een grote ding, van, conspicui hoort bij amphitheatri, van het opvallende amfitheater, nou dat is het zeker, want het gaat over het Colosseum. Erigitur wordt opgericht, zou je kunnen zeggen, of zich opricht. Het is eigenlijk passief, maar betekent hier zoiets als zich opricht of oprijst. Daar dus, erant, daar waren de stagna, eigenlijk de vijvers, staat er, maar je kunt het opvatten, het zelfs een overdrijving als het niet gezien maar één vijver was, of was er gewoon eens een poëtisch meervoud. Daar was het de vijver van Nero. Nou, dat heb ik jullie verteld. Even kijken. Je ziet natuurlijk hier dat het weer begint met hic ubi, die zin, net als hier zo. Dus dat is een anafoor. En dat komt in de twee regels verder nog een keertje voor. Hier zien we voor het eerst ook een enjambement. De zin loopt echt door over het verseinde heen. En dit heb ik al verteld. Dat is een poëtisch meervoud of een hyperbool. Ja, en dan tot slot nog iets over, je kunt eventueel nog iets zeggen over vers 1 en vers 5. Dat je dat gaat scanderen, vind je inderdaad echt allemaal lang, kort, kort, lang, kort, kort, lang, kort, kort. En nooit wordt de twee korte vervangen door een lange. En soms heeft het dan betekenis, als bijvoorbeeld in de werkelijkheid van het verhaal ook snelheid zit of zoiets dergelijks, of opgewondenheid. Maar dat zie ik hier niet zo, dus ik weet niet of het heel belangrijk is. Wat wel interessant is om te zeggen, is dat hij in dit gedicht de hele tijd een afwisseling maakt tussen heden. Hier waar je nu de kolossen ziet en de steigers. Daar waren daar was het paleis van Nero. Even heel kort samengevat. Hier waar nu het amfitheater opreist, daar was
de vijver van Nero. Nou, en dat gaat zo een paar keer door. Hij wisselt de hele tijd heden en verleden af om het contrast te benadrukken. Tussen vroeger was het echt slecht. De keizer had alles ingepikt en alles was voor Bassi, maar dan voor Nero dus. En nu dat alles weer gewoon voor het volk is. Die boog van Titus, dat is een mooi ding om naar te kijken. Die kolossus is een gaaf beeld. Het amfitheater is voor spelen om het volk mee te vermaken. En dat afgezet tegen de Nero die alles voor zichzelf wilde hebben. Goed, de tweede helft van het gedicht heeft uiteraard dezelfde boodschap, maar die stop ik even in een volgend filmpje dat je apart kunt bekijken. Dus ik zou zeggen, kijk vooral even verder in het volgende filmpje. Tot dan.